Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. In de Raps of the Week van deze week doen we heel veel bescherming en herstellingen. Eerst en vooral, de full X-Pel lakbescherming op deze toch wel unieke Panamera, want de velgen zijn in dezelfde kleur als een auto. En de auto krijgt dus een volledige X-Pel lakbescherming. Dan hebben we een halve wrap, dat wil zeggen, we gaan naar good old fashioned deze T6 Westfalia ding van onder helemaal wrappen, als ik me niet vergis in satin dark grey, om er een two-tone van te maken. Eén herstelling, twee herstellingen van onder andere onze giveaway in de mooie Avalon folie. Was wat beschadiging op gekomen, dus we gaan dat uiteraard allemaal netjes opnieuw maken. En ook het interieur heeft in dit geval een relook gekregen. Dus al het zilver is weg en is vervangen door hetzelfde blauw als aan de buitenkant. De bestuurster heeft er ook andere velgjes onder gezet. Geeft al direct een andere look. Dan hebben we onze... Ik dacht dat we drie rode aan de stammen. We hebben al een rode geleverd. De Ferrari F8 is buiten. En dan hebben we deze prachtige, ja, toch wel mini Ferrari zou ik zeggen. Een Toyota Yaris GR. Supersnel machine, kei mooie kleur. Krijgt dan ook een volledige lakbescherming mee in onze X-Pel Ultimate Plus. Tweede rood race machine die we hier binnen hebben staan is de Alfa. Ik ging al bijna 156 zitten. Slechte gewoonte. Alfa Giulia QV. Met alle carbonen goodies, carbonen dak, carbonen spiegeltjes enzovoort. Maar die gaan we uiteraard ook een X-Pel lakbescherming geven. Dan hebben we een RS3. Die is binnen ook voor een lakbescherming voor de snuit. Het vindertje zit er ondertussen al op, dus die zijn aan het opdrogen. Dus komt ook een ondoorzichtige folie op. En zoals dat je kunt zien is er geen enkel kleurverschil tussen de vinders en de deuren. En dan uiteraard de Almighty G. Die krijgt ook een volledige lakbescherming in X-Pel Ultimate Plus. Dus al het koetswerk wordt beschermd met folie. En er is onze Yari nu deskundig de voorbumper mee aan het kleven. Hoe dat dus heel deze week loopt en de levering van de waanzinnig vette i8 in matgrijze GSW-folie, hoe dat dus allemaal verloopt, dat zie je in de Raps of the Week van deze week. Check it out! Hey, ik ben Sennem en zoals jullie achter mij zien hebben wij hier een hele hoop aan folie staan. Daarom organiseren wij op 19 mei, donderdagavond, vanaf 16:30 een stokverkoop waarbij wij al onze folies gaan verkopen aan lagere prijzen, speciaal voor jullie. Dus kom zeker eens langs en vind de beste kleur die bij u past.
zou jij graag je eigen motto van kleur veranderen door middels van een rap? Check out rapper.life voor een online training om een motto te leren rappen. We rappen de fins, we rappen zelfs de ophanging, de volledige kuiperken, de tank. We overlopen alle tips en tricks om van jouw motto een persoonlijk kunstwerk te maken. Check out rapper.life voor alle info. Het is even weg. Deze wagen hebben wij voorzien van een volledig, nee, niet volledig, hele voorsteenslag. Sorry. Even nog eens alles opnieuw, hè. Wacht man, ik heb jeuk. Deze wagen hebben wij voorzien van een Ultimate Plus pack. Dat wil zeggen dat we de gevoeligste delen voor steenslag gaan beschermen. Namelijk de motorkap, de voorbumper, de voorspatborden, spiegels en de klinkinleg. We wensen de eigenaar van deze Audi RS3 alvast heel veel rijplezier. Bij deze prachtige Alfa Romeo Giulia QV sluiten we ook de Raps of the Week van deze week af. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer met de nieuwe Raps of the Week. En die zal een X5 in een nieuw kleurtje van KPMF inhouden. Ik denk een stuk of 4, 5 X-Pel lakbescherming, waaronder de prachtige M8
in een limited edition kleur. We hebben ook een Panamera met bijpassende velgen. We hebben ook de Yaris GR die een lakbescherming krijgt. En de allernieuwste BMW M3 in een ook weer heel exclusief kleurtje. Allemaal voor X-Pel lakbescherming. Hoe dat dan loopt, check out de Wraps of the Week van volgende week. Druk op het belletje om een melding te krijgen voor de video. Tot Wraps.